Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 149. Het is 3 maanden geleden, de laatste was in maart. Ja, we hebben het al vaker gezegd, we hebben nu ons gewoon geforceerd om een update te maken. Dat klinkt alsof we er geen zin in hebben, dat is niet zo. Maar we dachten, we gaan gewoon echt een update maken. We moeten er een, we hebben gewoon ingepland. Een ongeluk wat er gebeurt, we gaan er een maken. Dus we zijn er. Zal ik wel de laatste zijn voor de vakantie, denk ik. Gok ik zo. Ja, we hadden afgelopen maandag de lezing van Dan Harlan. Goed bezocht. Goed bezocht. We hadden nog meer gehad. Arsene Lupin hebben we gehad. Sally Billy hebben we dit jaar al gehad. Matthew Wright. En Matthew Wright ook al. Zo 4 lezingen. Heel goed. Na corona was het eigenlijk waar dat eigenlijk de eerste lezingen weer een beetje plaatsvonden. Dus mooi dat dat weer loopt. Ja. En we hebben weer van allerlei nieuwigheden. En we gaan jullie laten zien hoe dat eruit ziet. Ik heb hier een glaasje met allemaal sleutels die ik gevonden heb. Die gevonden. En ik heb hier een slot, René, met 1 sleutel die erin past. Je voor het idee. Heb je een ring bij? Ja, zoals gewoonlijk. De meest gebruikte ring in de updates. Dan gaan we de ring even aan het slot doen, dat iedereen kan zien. Hoppakee. Sleutel gaat hier erin. En even voor het idee, ik pak even een sleutel die je wil. Kunnen we even kijken aan de mensen, hoop ik. Dat hij niet open gaat, maar ook even proberen. Nee, ik ga niet open. Pak er nog even in. Ze passen allemaal niet, dat jullie dit even weten. Yes. Ik ga in ieder geval niet openen. Ja. Yeah. Om tijd te besparen, moet ik ze even hier aan René. Ja. En dan wil ik je vragen om de sleutels te husselen. Top. Wil ik je vragen om 1 sleutel eruit te halen voor mij. Voor jou? Die voor mij is. Oké, dan leggen we die even opzij. Komen we dadelijk op terug. Dan hebben we hier nog meer sleutels René. Dan wil ik je vragen, zou je 1 sleutel eruit willen pakken? Wil je nog wisselen of zeg je, Leon, ik ben tevreden? Dat laat ik jou over. Nee, ik ben wel tevreden. Tevreden? Ik ga eens kijken of het slot open gaat. Mag ik zelf goed draaien? Nee, ik ga niet open. Ja, niet open. Leg het niet opzij. Zou je nog een sleutel willen pakken? Je mag wisselen of zeg je, Leon... Deze maakt het open. Ja? Deze gaat open. Je mag zelf ook draaien als je wil. Ik ga niet open. Ik ga niet open. Zou je nog een sleutel willen pakken? Je mag wisselen? Ja. Weet je het heel zeker niet dat je daar gezegd van? Nee, 100%. Had ik nog niet gewisseld? Nee, dat is 100% zeker. Weet je wat, doe de sleutel er maar zelf in. Dat is misschien net zo sterk. Je kunt zien, hij gaat niet open. Nou, René, we hebben nog een paar sleutels over. 3 kansen. Zou je nog eentje pakken? Wil je wisselen dat je daar gezegd nee, van? Nee, niks wisselen. Zeker weten? Ja, kijk maar. Sowieso, je bent in een ramp, dus zie ik. Zou je nog een sleutel willen pakken? Nog 3. Oh, er waren er 3 naar 4 net. Nog 3 te gaan. Kijk. Het gaat niet open. Nope. Zou je het nog even willen pakken? Je mag wisselen niet, dat ik zeg Leon, nee, had ik toch maar gewisseld. Ja, jij wilde ik dat wisselen, maar daarom wissel ik juist niet. Oké, hij gaat niet op. Okay. Nou, dus dit is... Even voor het idee. Ja. Deze sleutel is voor mij, deze is voor jou. Ja. Dus om je ring terug te verdienen. Ja, ga ik dus wisselen. Ja, ga je dan wisselen? Natuurlijk. Dus dit is nu mijn sleutel, deze sleutel is voor jou. Dan mag je kijken of het slot open gaat. Ja, helaas. Maar ik heb hier dus het slot, 1 sleutel. Iedereen kan zien dat die ring eraan zit. Dan mag je even kijken of met deze sleutel het slot open gaat. Kijk eens. En hier hebben we dus een ring. En die ring is nu voor mij, want die ging natuurlijk bij mijn sleutel. Niks ervan. Dit is een hele leuke truc. Hij heet Control Keys. Ja. Heel makkelijk te doen. Het mechanisme, dat mag ik wel zeggen, dat is een mechanisme. Het werkt mooi. Het is mooi gemaakt, dat mag ik wel zeggen toch? Of zeg ja. Ja. Dus je krijgt het slot met de sleutels. Een glas kun je zelf regelen. Ja, of een diverse schaaltje. Of wat. Ja, je kunt het slot overal aanhangen. Ja, dat is, je kan ook we hebben die even in de hand gedaan. Ja. Zou ik die doen in een optreden. Maar we wilden het even clean houden. Want als we het met een kistje gaan gebruiken, zeggen mensen, welk kistje is dat? En we hebben even niet een kistje daarvoor gestaan, wat daarvoor geschikt is. Maar je kan een kistje met, je kan er een slot van een toeschouwer, telefoon. En je zegt, wil je telefoon terugverdienen? Ga je gang. En je kan een plankje maken, dat verkopen wij ook. Money Prison, waar het Bangwia tussen zit bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk allemaal. Met dat plankje vind ik het nog wel sterker, ja. Ja, die heeft een handig iets erin zitten, waardoor de werking handiger wordt. Ja. Overigens, we hebben heel veel sleutels, maar wat als ik zeg, ik ga maar 5 sleutels gebruiken? Dat kan ook. Je kunt ook je hoeft niet alle 8 of 9 sleutels te gebruiken. Je kunt hem ook gewoon gebruiken als slot. Dus als je een slot krijgt, ben je een slot nodig. Zou ik niet doen, maar dat kan wel. Ja. Dus dit is Control Keys, heel makkelijk te doen. Ja, voor de prijs heb je het zeker niet te laten. 32,50 mensen. Verkopen al jaren. Echt al jaren. Maar we kregen hem laatst weer nieuw binnen.
En toen dachten we, die hebben we nog nooit laten zien. Wat is de prijs? Oh. Ik heb 32,50 staan daar, dus eerst dat 35 euro. De prijs op de website klopt, maar dat zou deze prijs moeten zijn. Die heb ik daar, okay, die hebben dus in de brief niet liggen, maar ligt buiten beeld. Er ligt een spiekbriefje met alle prijzen af. Top, top, top. Dit is weg. Oké. Dan hebben we ook een levering binnen van Tora Magic. En daar heb ik onder andere hier een doosje. Nee, doosje. En in dat doosje, daar past precies deze grote dobbelsteen. Dus een grote dobbelsteen. En stel nou voor dat je die in het doosje plaatst, zo. De doosje kan trouwens helemaal open ook zien met het klepje. Plaats je in het doosje, zo. Hupsa. Dan kun je door de opening in de klep, kun je gewoon de dobbelsteen nog zien. Maar wat nou als je een transparante koker pakt, voorzien van een plaatje. Zet je die op de dobbelsteen en dan gaat het magisch iets gebeuren, let op. Hoe magisch is dat? Het is toevallig dat deze ook er vanzelf naar beneden zakt. Ik zeg erbij, dat is niet bij alle versies zo. Hoeft ook niet, maar het kan deze toevallig. Dat maakt het gewoon extra mooi. Dan denk je, maar hoe kan dat? Want er zat een grote dobbelsteen in. Inderdaad, er zat een grote dobbelsteen in. Maar als we het klepje nu openmaken, dan zien we dat er iets anders in zit. Ik zal het even laten zien trouwens. Dat het doosje helemaal verder leeg is, zoals je ziet. Empty. En... Dan kun je gewoon mee dobbelen. Ja, maar de kans dat je... Ja, het kan in theorie. Alleen alle kleuren, alle dingen zitten erop. 6, 5, 1 en 1. Nou, oké. Superleuk ding. Mega Dice van Tora Magic. En dan is er even een raadsel waarom ik daarvan de prijs niet erop heb gezet. Want die had ik toch wel ingepland hierbij. Oh jawel, Mega Dice, ik wil het zeggen. 79,95. Prachtig gemaakt. Mooie materialen zijn ook mooi. Ja, mooie kwaliteit ook. Het werkt super soepel en er is over elk klein detail nagedacht. Dat zul je zien als je ermee zou spelen. Dan denk je... Ja, wat ik fijn vind... We hebben hier ooit een grotere versie van gehad. Ja, ook. Maar ik vind deze wel fijn. Hij is niet zo groot en lomp. Ja, en hij is qua vertoning vele malen makkelijker dan de grote versie. Je hebt ook qua voorbereiding. In principe is hij bijna instant reset. En die grote moest je allerlei geheime dingetjes doen. Dus dat was Mega Dice van Tora Magic. Dan heb ik hier nog wat leuks van. Hè. Ik heb hier een portemonnee, of hoe ze dan in Frankrijk zeggen, volgens mij portefeuille. En hierin heb ik een, ik weet niet of je het kunt zien erin. Houd even al goed boven de mat, dan kunnen we het ook zeker op de camera boven zien. Portemonnee, ja. Ik hoop dat iedereen kan zien. Empty, ja. 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 Dan maak ik even dicht. Ja. Ik heb hier een, René, wat is het? Een... Is het een Eisenhower? Nee, Liberty. Liberty. Walking Liberty. Weet je wat die Walking Liberty is? Een half dollar. Is dat natuurlijk Walking Liberty? Gaat die lopen? Ja, ik was al bang voor. Het tof is als je zo'n muntje pakt, je blaast. Ik zal hem even portemonnee houden hier. Zo, kijk, dan kun je hem die munt naar onder laten vallen. Zag je dat gebeuren of niet? Hou op. Kijk, als je nou een portemonneetje openmaakt, dan zit daarin de Walking Liberty. Wat? En dit is, dit is de, ja, hoe moet ik het zeggen, de Switch Wallet. Coinswitchpurs. Ja, maar dat is niet echt een die je mee zou moeten doen. Ja. Maar, je kunt hier meerdere dingen mee doen. Je kunt dingen kapot en weer heel maken of heel en kapot. Ja, iets laten verdwijnen, iets laten verschijnen, iets verwisselen. Een scotch en soda waarbij je twee munten hebt, hand gaat dicht, eentje verdwijnt, er komt terug in de portemonnee. Of je bang bij je koppelsilverbars. Gimmick munten voor gewone munten, noem maar op. Het is eigenlijk himber wil ik het niet noemen, eigenlijk is wel een soort van himber. Ja. Kan ik even laten zien hoe dat is? Gemaakt van echt leer. Mooi gevoerd, een mooi kleurtje. €12,50 mensen. Ik vind het geen geld. Zet er geen routines bij. Dat mag je zelf allemaal bedenken. Maar wel, het is meer een hulpmiddel. Eén munt. Ja, we hebben er één laten verdwijnen. Die kan ik terugrennen. En het mooie is, die munten, die verkopen wij natuurlijk ook. Het David Roth Expert Coin Magic Made Easy Set. En wat krijg je? Een mooi doosje. 4 replica Morgan Dollar munten. Ik dacht dat jij een dollar had. En dit zijn allemaal replica's dus. Half dollars, Walking Liberties. Ja. Ja. En die voor de mensen, die klinken ook nog wel mooi. Even voor het idee. Even, dit was CoinPers, dus 12,50. Die gaat even opzij. Vroeger was er de DVD-set van David Roth. Ja.
waarbij je eigenlijk alles leerde op het gebied van munten goochelen. Dit is dan trouwens wel zonder gimmicks dan. Nou. Ja, en dit is eigenlijk de online versie. Dus je krijgt een online video. Die video's van vroeger krijg je compleet online. Ja. Plus al die munten. Ja. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Voor 47,50 heb je deze complete set. En je leert eigenlijk alles met munten goochelen. Dus als je zegt, ik wil beginnen met het goochelen met munten. Ja. Zouden wij in de winkel raden wij echt dit aan. Ja. Want David Roth, ja, het is voor mij, in ieder geval ben ik opgegroeid ook, de grondlegger, een van de grondleggers op het gebied van Coin Magic. Dat had ik ook hier in de winkel, ooit voor een lezing. Van ons had het ook, ja. Uiteindelijk, toen de tijd, vond hij het de beste muntgoochelaar die er was eigenlijk. Wie zei dat? Oh, Vernon, Dave Vernon, oké. Ja. Dus absoluut een aanrader. David Roth, Expert Coin Magic. Prachtige doosje ook, mooie verpakking dus. €47,50. Alright. Dan pak ik even iets heel anders. Want ik heb hier namelijk een apparaat. Ik haal dit er even af. En ik pak er even alles bij. Want we hebben hier de Smoke Ninja. En dan moeten we even gaan kijken hoe we dit gaan doen. Want de kans is groot dat zometeen alles vol hangt hier met rook. Dus ik ga het niet te gek maken. Maar dit is een fantastisch rookapparaat. Je ziet hier een hele goodie bag. Die hoort erbij. Dit kan hier bijvoorbeeld zo op. Dat is het opzetstukje. En je kunt hem inschakelen. Hij ligt ook mooi op. Hij geeft exact aan wat je wil. En deze rookmachine kun je laten roken met rook. Goh, dat is logisch. Met dry ice en met stoom. Ik ga beginnen met stoom. Stoom ziet er zo uit. Ik heb je net aangezet, het duurt heel eventjes. Zie je, en je ziet, ik denk dat je kunt zien, je ziet stoom. Maar dat is stoom van de fluitketels, dan moet je het zien zeg maar. Dus een dunne stoom, maar ik zie het duidelijk. Je zult het video ook al zien. Ik stop hem even. Want we hebben ook rook. En dit is rook. Zoals je ziet, veel meer. Veel dikker. Ja, ze zien ons niet meer zitten, denk ik. Ik ga hem ook stopzetten. Ja, de camera boven. Als er zo meteen rookmelder afgaat, weten we waarom. Ja. En we hebben dry ice. Maar voor dry ice heb je een apart opzetstukje nodig. Zit hierbij. Dan zet je er even op. Het is een soort spons. Dat klik je allemaal zo mooi op elkaar. Zo. Precies andersom. Zo, zo. Help. Wacht even. Zo. Zo. Dan heb je dry ice. Let op mensen. Dit is helemaal de bom, zullen we maar zeggen. Dus met je hand er doorheen gaat, dat is ook mooi. Letterlijk, Ik ga even stoppen, zetten we met rook. Maar je ziet wat het doet, het blijft echt. De rook is compleet onschadelijk. Er is geen nicotine of wat dan ook. Het is echt gemaakt om te gebruiken met mensen, zeg maar. Ja, we mogen onder werktijd niet roken, heb ik gehoord. Nee. Standaard, ga ik een kleine uitleg eventjes, krijg je deze afstandsbediening erbij. Dat is een afstandsbediening, die druk je in. Ik zal hem even nog op Steam zetten, dan krijg je het handje voor hem erop. Indrukken, heb je. En loslaten, stopt hij. Oh, je hebt hem anders ingesteld, stop. Normaal gesproken, ga ik zo meteen uitleggen. Is het, zolang je het vasthoudt, rookt hij. Nou, loslaten, stopt hij. Maar, ik had dit ergens anders voor geprogrammeerd. En daarvoor hebben wij een extra afstandsbediening, extra remote. En die kun je programmeren. En ik heb deze bijvoorbeeld gezet, dat je als je A drukt. En dit is hier tevens een A-knop. Daarop. Gaat hij aan, op B gaat hij uit. Overigens kan die continu roken, maar afhankelijk van de output, op stoom kan die 2 minuten continu roken. Dan stopt hij vanzelf daarna. Op rook kan hij 1 minuut roken en op dry ice 30 seconden achter elkaar. Dan stopt hij. Dan zeg maar, geeft hij aan dat hij ook over het is. Dus gaat hij erop oplopen om de coil te beschermen. En als het weer afgekoeld is, zie je ook, dan wordt het weer blauw hier, de lampjes.
En dan weet je dat hij weer in orde is, kun je weer opnieuw gebruiken. Overigens kun je hem ook bevestigen. Er zit hier een batterijvak in. En er zitten klemmetjes bij. Dus heb je bijvoorbeeld hier dit ding. Dat is een magneet. Dus die kun je gewoon ergens tegenaan plakken. Of je hebt dit, kun je hem op een statief bevestigen, schroeven. Enige detail is wel belangrijk. Dit ding moet je altijd rechtop gebruiken. Je kan hem niet plat leggen om te laten roken. Dus je kan hem niet ergens onder in een laadje leggen en dan de rook eruit laten lopen. Deze moet rechtop staan. Er zit hier een smoke chamber in. Dit is een smoke chamber. Je ziet ook de vloeistof erin zitten. Die kan er af ook. Die kun je gewoon bijvullen met vloeistof. Nou, ik heb dit al heel vaak gebruikt. Ik heb een theatervoorstelling heel vaak gebruikt. Fantastisch ding. Overigens zit er ook een knopje op om hem hier te laten roken. Dus dat kan ook nog gewoon. En wat is de afstand van de motor? De afstand is niet super ver. Ik denk een meter of 5. Maar in principe is dit ook niet direct bedoeld om op grote afstand te activeren. Maar meer dichtbij. Dat is voor bedoeld. Voor het idee. Deze hele set die je hier ziet. Ik ga hem even uitzetten. Deze hele set hier. Als erop eraan. USB-kabel. En één keer opladen gaat hij flinke tijd mee. Kost €275. Dan heb je hem dus helemaal compleet. Met een andere remote? Nee. Met deze remote zeg je ik wil een extra flesje vloeistof erbij. Nou, je kan lang doen hoor met een flesje vloeistof. Kost €17,95. Dan zeg je ik wil die extra remote. €44,95. Maar je kunt ook meerdere van deze koppelen met deze remote. Ik had meerdere apparaten tegelijk. Dus je kan ze gewoon matchen zeg maar. Of pairen. En dan had ik bijvoorbeeld druk op de knop en er gingen meerdere kokkenapparaten tegelijk. Ik kwam er ook uit. Goeie. Dus we weten er alles van. Dus als je dingen erover wil weten ook, vraag gerust. Maar echt, heel goed ding. Heel goed ding. Niet gemaakt voor de goochelmarkt. Maar massaal gemaakt door een professionele producent. Dus niet iemand die dat bedenkt en dan even in zijn achterkamertje in elkaar soldeert. Dit is echt professioneel spul. Ook een metalen behuizing. Dus absoluut aanrader de Smoke Ninja. Waar heb ik hier nog iets tussen? Nee. Dit is portraats. Portraits. Ja. Je krijgt een mooi doosje met celebrity portraits. En wat krijg je? Je krijgt 26. Ik zal even weg. Nee, zo. Je krijgt 26 zwarte kaarten. En 26 rode kaarten. En van de rode kaarten zijn er de helft. Dus 13 vrouw en 13 man. En bij de zwarte is het ook het geval. En wat krijg je? Je krijgt bijvoorbeeld Angela Merkel. Ja, dat zijn speciale kaarten wel die bovenop liggen. Ja, Spider-Man is een double facer die je ergens voor kunt gebruiken natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal de speciale kaarten. En een double backer. En hier krijg je dus... Je moet ze allemaal anders omleggen, de camera staat zo. Ik zal het even zo laten zien, dan weet de mensen ook een beetje wat er allemaal in zit. Ja, ze hebben allemaal bekende mensen. Er zijn niet echt foto's, maar het zijn zeg maar... Gefotoshopte foto's, zeg maar. Ja. Hebben ze een soort tekeningachtig iets van gemaakt. En daarmee kun je allerlei routines doen. En dit is natuurlijk leuker, voor ook soms dan dat je een harte vier zegt, maar dat je iemand Michael Jackson laat kiezen of wat dan ook. Ja, en maar die kaarten zijn ook gemerkt. Ja, ook nog. Dus je kunt aan de voorkant zien wat de kleur aan de achterkant is, of die rood of zwart is. En hier inderdaad de Triumph routines. Waar je normaal rood en zwart laat sorteren, bijvoorbeeld voor mensen. En dat plotseling alles bij elkaar ligt. Dat soort dingen kan hier ook perfect mee. Maar je leert allerlei routines. Ik weet nog niet aan mijn hoofd hoeveel. Volgens mij 10, denk ik. Ja, dat is ook, kijk, 10 routines leer je met deze kaarten. Schitterend spel. Uitgegeven door Magic Dream. Heel interessant. Portraits kost €34,95. We kunnen nu geen routine meer laten zien, maar we wilden je deze even niet onthouden, zeg maar. Dus vandaar dat we het even bespreken in plaats van dat we daar... En dit is ook een voorspellingskaart nog, wordt er ook bij. Dan laat je mensen twee kaarten kiezen en als je die twee combineert, is meer een fijn grapje. Kom je uit op Harry Potter. Ja, portraits. Ja, we moeten er meer over zeggen. Ja, niks. Dus dat is eigenlijk een kaarttruc, alleen het komt toch denk ik anders over. Het verkoopt goed, de mensen die het gekocht hebben zijn zeer enthousiast, dat het heel goed aankomt. En nogmaals, je hebt ook gesprekstof als je de truc doet. Het is ook leuk om van de vrouwen... Er zit ook een routine bij. Dat je kaarten beeld omhoog, beeld omlaag schudt, dacht ik. En dan uiteindelijk heb je een voorspelling. Dat er allemaal zangers zijn. Maar dan blijkt er één vrouw tussen te zitten. En dan zeg je, die zingt dan onder de douche. Maar dat heb je dan voorspeld op een papiertje. Dus wel een leuke komische routine, vind ik. Ja.
Dan hebben we voor onze vrienden Retro Rocketeers hebben weer een schitterend item binnengekregen. Eén? Vroeger, ja. Meerdere. Drie. Vroeger was er de Spirit Dice van Magiro. En nu is er deze Jumbo Spirit Dice. Schitterend gemaakt. Heel mooi afgewerkt allemaal. En meer hout ook. Ik heb het ook gevraagd aan Anthony. Maak meer dingen met hout. En je zal zien, ook de volgende truc die komt. Heb ik gisteren de trailer van gezien. Ja, verzamelspeel, verzamelspeel. Mooi, 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 mooi. Wat is dit? Dit is een doosje. Dit is trouwens 3D geprint. Met daarin een dobbelsteen. Ik ga die dobbelsteen op een bepaald getal naar boven erin leggen. Zo. Dat mag Leon niet zien. We hebben dit niet afgesproken, zeg ik er even bij. Zo. Ik doe zo, dan kan ik niks meer stiekem doen. Leon. Als ik jou zou willen vragen om een onzichtbare dobbelsteen te rollen, zo. Waar ligt die? Want ik zie hem niet. Ja, dan moet je zeggen. Voor mij net zo onzichtbaar als voor jou. En dan mag je mee rollen. En dan mag jij zeggen welk getal dat jij daarmee hebt gegooid. 4. 4? Ja, kun je Oké, oké. Okay. Wil je nog een keer gooien of vind je het genoeg? Ik vind het prima. Je vindt genoeg? Oké. Okay. Wat leuk is namelijk, ik zal die neerzetten hier. Ik ga even raken. Je mag dit dingetje optillen. Niks aan het ontdekken, hè? Is er niks speciaals? Nee. Oké. Okay. Hier zit namelijk een nog een deksel op. Mag je ook eraf tillen. En ligt daar een dobbelsteen in. En die ligt met welk getal boven? 4. 4. Dit is de Jumbo Spirit Dice. En echt, ja, ik vind het echt een... ik hou van dit soort dingetjes. Maar dat is ook een truc, hè? Maar hier zit ook een verhaaltje achter. Ik had het erbij, maar ik heb het niet gedaan. We waren laatst in een livestream en toen waren we voorbereiden te doen met iets in. Ja, ik zal het heel kort vertellen. We hadden een partij spullen opgehaald weer. En er zat een dingetje tussen wat ik niet kende. En ik had ermee, ik denk, wat is dit? Hè? En ik denk, het moet iets zijn wat iets kan, maar ik had geen idee wat. Toen was ik op een site gekeken, Martin's Magic. Als je wil kijken naar verzameldingen, goede dingen, Martin's Magic, moet je maar even kijken. Was ik eigenlijk iets anders aan het zoeken. En toen kwam de afbeelding voorbij van het product wat ik had liggen. Toen dacht ik, wat, wacht even. Toen las ik de beschrijving. Een toeschouwer noemt een getal van een dobbelsteen en die ligt boven. Toen dacht ik, Ik heb dat dingetje erbij gezocht. En toen kwam ik achter hoe die werkte. Toen wist ik wat het effect was, dan ga je iets meer zoeken. En toen kwam dus morgens zeg ik tegen Leon, dit moet je zien. Dit heb je nog nooit gezien. Ik liet het zien. Zei Leon, maar hoe? Ik zeg, zo en zo werkt het. Dat hebben we nog nooit gezien. Dit kwam diezelfde dag binnen. We wisten helemaal niet meer. Dat is maanden geleden besteld. Zeiden we, er komt een nieuwe truc uit. We krijgen alles wat nieuw is van Retro Rocketeers. Krijgen we eigenlijk automatisch. Kopen we automatisch. Dus smiddag kwam een doos binnen. En we pakken het uit. En we kijken elkaar aan. Het is gewoon dezelfde truc. Maar dan schitterend mooie gemaakte vrouw. Vroeger was alles plastic. Plastic dingetje. Heel mooi. Jumbo Spirit Dice. €189,95. Maar dit is wel een verzamelspul. En schitterend mooi gemaakt. Ook de dingen hier allemaal mooi afgewerkt. Hier ook de onderkant. Retro Rocketeers, de logo staat er ook op. Allemaal echt mooi, mooi gemaakt. Ja. Nou, je kan hem echt gewoon rondom vertonen. Er is niks aan te ontdekken. Geen magneetjes. Er is geen Badlands Bob waarbij je iets moet bewegen om het, om het te doen, zeg maar. Absoluut een aanrader. En nu we het toch over Retro Rocketeers hebben, pakken we meteen even de vorige versie bij. Want die was zo snel uitverkocht, maar die hebben we inmiddels weer terug binnen. We hebben een dekseltje. We hebben een kokertje. En we hebben 4 fiches en 1 bodempje. Zo. Dit noemen we even licht. Oeps. En dit even donker. Deze is koper aan de achterkant, deze zijn zwart aan de kant. Licht en donker. Wat nou? Kijk, dit past hier zo op. Dit past hier zo op, zeg maar. En wat nou als je de donkere fiche er eerst in legt? Dus donkere fiche, lichte fiche, lichte fiche, lichte fiche. Donker, licht, licht, licht. Toch? Ja. Hoe kan het dan dat nu licht, de donkere op de tweede plek ligt? Dat vind ik op zich wel bijzonder. Want net was het namelijk andersom. Net was het zo dat die... Maar magic. Maar wat nou als we dit er terug in leggen? Dus we hebben licht, hebben we zeg maar. Donker. Licht. Licht. Licht, donker, licht, licht. Dus de tweede plek van beneden. Licht, licht, donker, licht. En je ziet dat hij weer een plekje naar boven is gegaan. Dat is op zich toch opmerkelijk, zeg maar.
Zo, en dan hebben we, doe nog een keer, licht, licht, donker, licht. Hoe? En dan ligt die donkere helemaal zelfs bovenaan. Dat is op zich helemaal vreemd te noemen. Maar wat nou als we deze hele stapel gewoon terug erin stoppen, zo. Hupsakee. Hup. Dan blijkt dat de donkere helemaal verdwenen is. En die ligt dan onder het voetje. Ook een heel mooi ding. Er zijn ook meerdere versies op de markt geweest. Magic Wagon heeft ooit wat van uitgebracht. Het is Casino Phantom. €179. Schitterend gemaakt. Je krijgt deze fiches, maar je krijgt ook pokerfiches. Dan kun je dezelfde truc doen met pokerfiches ook. Dus je kan kiezen of je gaat met de houtschijfjes werken of met de pokerfiches. Het is gemakkelijk te vertonen. Ja, en ook mooi gemaakt. Weer allemaal ook meer hout erin. Ja. Dus een aanrader om toe te voegen aan je verzameling, zeg maar. De Casino Phantom. €179. Ik ga hem even hier opzij zetten. Zo. Nou heb ik nog wat tos. Nee, ik heb hier een spel kaarten. Mm-hmm. De kaarten even uit de doosje halen. De kaarten zijn allemaal verschillend. Nou, dat zag er behoorlijk hetzelfde uit. In de voorzijde, dat ik. Ah, oké. Ja. En dan wil ik jou vragen om een kaart te kiezen. Ik ga eens even kijken of de camera. We hebben een camera hierboven hangen. Dus je denkt, waarom kijk je naar boven? Of de camera daar ook nog loopt. Kies voor een kaart hier dan? Ja, dat ligt toch voor de hand. Ik pak hem hier. Ja? Ja. Dan wil ik jou vragen om de kaart even in de camera te laten zien. Niet als jij kijkt. Nee. Okay. Oh, dan laat maar even aan iedereen zien. Ik zat er, moet ik iets opzetten ook? Moet ik ja, iets wat ik niet weet. Weet je wat? Ja. Klaar? Ja. Dan mag je de kaart zelf in het doosje duwen. Echt? In het spel, ergens? Ja, waar je zelf wil. Ja? Ja. Zit er helemaal in. Dan maak ik het doosje dicht. Ja. Kijk. Oh, sorry. Hoppakee. Ja. Het doosje duwt nu weg. En het mooie is, je hebt heel makkelijk toegang tot die kaart. Ik hoef alleen maar dit te doen. En ik heb hier een kaart vast. Wat? En daar staat René op. Ik zal het nog een keertje doen, kaartendoosje. Ik dacht dat je het doosje laat zien overal, ja? Ja, ik kan gewoon laten zien, geen probleem. Dus mag je kaart erin duwen als je wil? Mag je zelf wil? Eerlijk? Je ziet hiervoor niks zitten, of wat dan ook. Nee, de kaart is gewoon in het spel. Doosje gaat dicht. Ja, het doosje dicht maken, ja, maar het is in ieder geval sterker. Ja, dat is nieuw, gewoon een beetje knijper, ja. Hij is dicht. Ja. Kaartendoosje gaat weg. Ja, en dan kun je het in je binnenzak zo stoppen bijvoorbeeld. Ja, in je binnenzak of hier. En dan kun je hem zo weer tevoorschijn halen. Dus kunnen we ook super snel laden in bijvoorbeeld een portefeuille of wat dan ook. Of ja, ze leren ook een methode om die kaart in een dichtgesield doosje te krijgen. Dus je pakt een nieuw doosje, de folie haal je eraf, het zegeltje haal je los, haalt de spelkaart eruit. Je waait het beeld omhoog op, je zegt tegen de toeschouwer welke kaart dat je gekozen hebt. Klaver 4. Oh, pak de klaver 4 er maar uit en dan bijt dan dus. Gesigneerde kaarten zijn die ze net in een ander doosje weggestopt hebben. Ja, dit is een oude truc die opnieuw is uitgebracht. Die Extractor 2, 2024 versie van LKSM. Schitterend gemaakt. Ja. Het doet mij toch denken aan Ultimate Ambition van Daryl. Ja. Lijkt het ook op, alleen technisch is het net iets anders. Maar goed gemaakt. En je ziet nu met een bicycle doosje, maar als je zegt ik wil een bierdoosje, een tally-ho doosje, een weet ik wat voor gek doosje. Kun je allemaal omzetten. Je kan zelfs het spel nog een stuk uit het doosje trekken ook. Hebben we nu niet gedaan. Het doosje laten zitten. Je kan een stuk eruit trekken om te laten zien dat het een kaartspel is. Maar ja, dat ziet er sowieso wel. Extractor 2 met uitgebreide video-instructies. Ja. Zoals je dat gewend bent van elke zaam. En er worden twee methodes uitgelegd, als ik het niet vergeet. Hoe je dus een kaart in een gesield doosje kunt krijgen. Ja, mooi ding. Quanta Costa. Ja. 89,95. Dan zeg je misschien, voor een kaarttruc, maar dit is wel heel goed gemaakt. Ja, en vooral als je zeggen, we verkopen ook serieus heel goed. En, maar je hoeft niet te palmeren, dat is fijn. Als je een jaszak aan hebt, een kaartspel gaat weg, je haalt hem eruit en je kunt hem meteen al ergens anders inladen. Dus
Je hoeft geen grote handen te hebben of, of wat dan ook. Om, je kan zelfs het kaartspel in principe op tafel leggen bijna. En dan kun je hem al, in theorie zou het kunnen, weg, bij wijze van al, wegpalmeren. Ja. Uit de gezegd, wegpalmeren. Sorry, dat mag ik niet zeggen. Ja, nog iets grappigs. Een ultra grote harte vrouw. En een frame van karton. Allekes van karton. Dat past perfect in elkaar. Dat wil zeggen, de kaart past perfect in dat frame. Op zich niet bijzonder. Maar als je nou dit doet, en je doet dit. Dan zaag je als het ware de kaart in drieën. En dat betekent dat je dit kunt doen. Dat kun je ook laten zien. Hallo, hallo. Kijkoperatie. Hopla. Et voilà. En de kaart is weer helemaal heel. Dit is natuurlijk meer een toneeleffect dan een close-up effect. Maar ik denk zelfs dat het er zo goed uitziet van dichtbij. Maar dat kunnen we pas beoordelen als we het video editen. Maar normaal doe je dat op een grotere afstand. En dit ligt er een beetje aan hoe het licht erop valt. Maar dit is echt, en het is goed gemaakt. Het is een geplastificeerde kaart. Kartonnen houder. En deze Jumbo Zigzag kaart. Volgens mij ja, €17,50. Hey, dat is een hele goede prijs voor dit ding. €17,50. Voor de Jumbo Zigzag kaart. En veel van de dingen die je nu hebt gezien. Zijn trouwens exclusief bij Dynamite. Dat was in ieder geval de Retro Rocketeers. De Jumbo's Paradise. Dat was de Casino Phantom. Dat was de Smoke Ninja. Dat was de Mega Dice. Dat was de Zigzag kaart. Dus we zijn goed op weg. En van jou wil ik wat dingen. Ja, ja, ik spek er ook. Dus ja, we gaan hard. We zitten op over de 1100 exclusieve producten op onze website. Kijk op de knop. Klik op de knop. Exclusieve producten. En dan zie je hoeveel producten wij exclusief hebben. Zeg maar voor onze winkel in Nederland, België, Duitsland. Dan hebben we hier een hele mooie goocheldoos. Van Michael Lamar. Ja. Trilogy. Volume 1 en volume 2 en volume 3 is het eindelijk, hè? Ja, we hadden vroeger die DVD-set. Hadden we de munten hadden we het al over. De Expert Coin Magic. En dit is eigenlijk, vroeger was dit Amazing Secrets of Card Magic. Staat erop. Amazing Secrets of Coin Magic en The Exciting World of Magic. Er waren vroeger 3 DVD's. €30 per stuk. En die kocht je. En dan kon je alle trucs leren van Michael Emmer. En eigenlijk allemaal zonder gimmicks. Zonder echt. Wat ik me kan herinneren, tenminste. Imagine the thrill of knowing you can borrow any coin and perform incredible magic with it anytime. Dat is bijvoorbeeld dat. With any deck of cards. Maar dus, dat zit erin. Maar in deze doos, dat is mooi, het is echt inderdaad een goocheldoos. Krijg je ook nog eens, die video kost eigenlijk nog maar de helft, zeg maar. Je krijgt ook nog allerlei dingetjes. De touw, lint, veter, sponsballen. Hier zitten allerlei dingetjes in, zoals elastiekjes, naald, munten, ring, alles. Eigenlijk allerlei dingen die je nodig hebt in de video. Doeken voor dit. Speciaal Murphy's Magic kaartspel. Doek zit ook nog onderin, de zwarte doek en alles. Er zitten allerlei dingen bij. De kaart met de geheime link naar de uitleg. Dus je hebt je eigenlijk, ja, het lijkt een goocheldoosje, zeg maar. Dat is het ook. Maar de video's die erbij zitten, dat is, ja, je leert van, vind ik, een van de beste goochelaars. Of de beste goochelaars, de beste leraar in ieder geval. Op goochelgebied. En een van de mensen die vroeger echt wel de meeste dingen ook bedacht en ontwikkeld heeft. Michael Emmer. Ja. Is ook al 2 keer hier, een lezing. Ik heb toch wel mensen hier gehad al. Best wel mensen, ja. En stel je bent beginner en zegt, wauw, ik wil leren goochelen. En je spreekt Engels, wel handig. Absoluut aanrader. Zeg je, ik goochel al, maar ik wil nog wel wat dingen bijleren. Ook een aanrader. Eigenlijk kun je hier niet fout mee gaan. Super tof. Super goed gemaakt. En voor de prijs hoef je dit ook niet te laten. €47,95. Met zo'n hele bekerspel. Daar zitten we dan niet in. Nee, maar die gaat ook niet op de Cups of Balls eten. Nee. Maar dat is zeker een mooi ding. Even kijken. Wat kregen we gisteren binnen? Ah, wacht. Ik zal eerst dit even laten zien. Want Leon, ik heb hier een papier en ik zou jou even willen vragen om een
naam op te schrijven. Ik wil niet zien om een naam op te schrijven of een naam van een voorwerp. Dus het kan zijn, je mag ook een Leon opschrijven, maar je mag ook schrijven een huis of een weet ik wat. Wat je zelf wil. Ik kijk niet mee. Schrijf wel weer dan, maar niet uit, hè? Ja, schrijf iets op. Als het maar, ja. Mag je zeggen als je klaar bent? Klaar! Klaar, mag je het bos ook even omdraaien dat ik niet kan zien wat het is? Ja, moet ik even de mensen laten zien? Of oh ja, dat mag, dat mag, dat mag. Mensen die boven zitten. Mensen die ervoor zitten. Ja, niemand kan het zien zo. Oké. Okay. Ik kan ook niet weten wat het is. Nee, nee. Ik moet denken aan Piet. Piet? Ja, Piet. Piet Piraat. Piet. Net gehoord? Piet, Piet Piraat. Piet Piraat. Piet Piraat. 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 Dat is ik. Maar de naam is niet Piet. Het gaat hier om de piraat. Ja, ja. Ja. Had je piraat? Ja, ja. Damn, ik had piraat. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, dit is een wat wij noemen een... zo, dan schiet in één keer de naam bij een mij. Impression pad. Impression device. We moeten jou een beetje laten zien hoe het werkt, anders heeft het geen zin om dit te bespreken. Dit is de Ayavol pad. Ja, fantastisch mooi ding voor een belachelijk lage prijs. En daarmee bedoel ik dat je vergelijkbare systemen 1000, 1200 euro en meer kosten. Het is eigenlijk hetzelfde. Je krijgt echt gewoon een... ik zal het laten zien. Een plankje. Papiertje, klemmetje, en alles wat je opschrijft, let op, daar komt die mensen. Die telefoon krijg je niet bij. Piraat. Valsspeler. Valsspeler. Dus, als Leon een huis had getekend, met een boom erbij, en eronder Pipo had geschreven, was dit er ook maar komen te staan. Maar wat als ik nou... Bijvoorbeeld, hè, zie. Wat als ik nou heel flauw wil doen, en ik ga... Heel klein schijnen. Nou, kunnen we dat laten zien? Dat kan. Kijk, maar je ziet nu ook al, hij vergroot dit nu uit. Maar als jij wil, schrijf maar, ik zou niet piepklein, maar schrijf maar iets op en dan best wel klein. Maar even iets, het moet wel lager, want helemaal bovenin. Volgens mij oh, sorry. Dat is normaal, we hebben briefjes, heb ik andersom gedaan. Normaal zou ik laten zien, er zitten speciale briefjes bij. Kijk, er staat nu groot, ik weet niet of je kunt zien. Maar dat is klein. Ja, maar wat er nou gebeurt, na 10 seconden, tenminste als hij daar op ingesteld staat, want je kan alles instellen in de app, zie je, wordt het groot. En hier is het klein. Ja, dus dan wordt hij vergroot het ook uit. Hij onthoudt ook, als je kunt instellen dat hij dingen onthoudt, dus elke keer als je het doorgeeft en iemand begint te tekenen, komt er iets bij. Je kan ook meerdere velden per weergeven op het scherm. Dus dat betekent dat, dat je van 4 toeschouwers kunt zien op het scherm wat het is. De papiertjes die erbij zijn, je krijgt een hele blok erbij. Maar deze papiertjes, nou je ziet al, die zijn zo ontworpen eigenlijk. Je hoeft het niet te gebruiken. Nou ja, daarom, ja ik schreef net dat je niet, ja, dan ja, kun je ja, boven niet schrijven. Hè? Je kan ook je eigen papiertje maken. Omdat het, de elektronica, er moet ook elektronica in zitten die niet iets doorgeeft. En dat zit hier bovenin. Dus Ayavopad krijg je compleet met dit. Je krijgt een hele blok papier erbij, zeg maar. Zie, die blaadjes. Je krijgt een hoesje erbij voor je pen. De pen zelf uiteraard. Ja, en dit is een fantastisch ding. Mocht je daar meer informatie over willen, dan neem contact met ons op, want dit is echt een gaaf dingetje. Op dit moment, as we speak, is dit nog enkel ja, voor iOS, voor iPhone. Maar wat ik gelezen heb, is dat ze over twee dagen, want ik had het gisteren gelezen, komt het ook uit voor een app uit voor Android. Dus ik, ja, waarschijnlijk is het ja, voor deze... Ze werken daar in ieder geval aan, dus het komt ook voor Android. Als je er op de hoogte gehouden wil worden... Wanneer het is, laat het ons even weten. Dan, ja. Wij hebben korte lijntjes met Ayavol. Dan kunnen we dat naar jou terugkoppelen. Ja. Dus tot zover. Ayavol. Pet. Dan hebben we nog iets nieuws. Dat kunnen we niet laten zien. Waarom? Dit kwam gisteren net voor sluitingstijd binnen. Een hele partij. Ik heb het wel op de webshop gezet voor alvast. Ik heb zelf even gekeken wat het is ook. Maar ik kan het niet laten zien omdat het iets is wat je moet ervaren. Dat is vaag. Nee, dat is niet vaag. Fragrance heet het, oftewel geur. Wat is het idee? Leukjes met een aantal toeschouwers. Je vraagt iemands hand, pakt een flesje parfum, zo'n staaltje, zo'n proefdingetje. Zeg je, let op, psh, psh, op de hand. En ruiken, wat is het? Dan zeg je bijvoorbeeld kersen. Oké, let op. Je kan niet meer ruiken. En dan kun je ruiken aan je hand wat je wil, maar je ruikt geen kersen meer. Totdat ik wil dat je het weer ruikt, en dan ruik je het weer. Maar nog leuker. Ik kan ook zeggen, ruik je de kers op je hand? Ja, oké, let op, ik pak je geur weg. Ander toeschouwer haal je hand open, laat je de geur vallen.
Een toeschouwer ruikt aan zijn hand. Zijn daar de kersengeur. Dit is eigenlijk, letterlijk bijna, ook qua werking, double cross met parfum. Maar dan met heel veel extra subtiliteiten, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt. Ik kan ook niet de inhoud van de pakking laten zien, want dan zie je hoe het werkt. Er zit ook een grote link op het doosje, dus ik kan die laten zien. Maar het is super commercieel. Heel gaaf. En mensen, gewoon van Magic Dream, liet het mij zien in Blackpool. Ik zeg, wauw, dit is wel, ik snap er geen bal van. Ik zeg, hé, maar hoe? En toen legde hij het uit, zeg ik, oh, wat goed. Wat slim. Je krijgt hem helemaal compleet. Het enige wat je nodig hebt extra is nog geur. En de geur is het beste om daar een e-cigarette geur voor te pakken. Een 80% VG, vegetable geur, die je kunt gebruiken om dit te doen. En dan kan je zelf kiezen of jij suikerspin wil, of dat je kers wil, of aardbeien, wat voor geur ook. Die mogen ze niet bij je doen, want e-cigarette aanvullingen mogen niet verkocht worden. Mogen alleen verkocht worden door mensen die dat mogen. En vloeistoffen versturen is altijd iets. Dus vandaar dat je dat niet bij krijgt. Maar dan kun je echt in elke sigarettenwinkel, e-cigarette winkel, online of waar dan ook, kun jij geurtjes kopen. No problem. Kost ook niet veel, een paar euro. En dan kun jij honderden keren vooruit. Dus dat zit er niet bij. Wel alles om het mee te gebruiken. Maar de vloeistof zelf niet. Ik zou wel een beetje een herkenbare geur pakken. Niet dat ik ja, maar het is gewoon een wat ruik je? Hij zweet. Het ruikt naar autobanden. Ja, ja. Verbranden. Nee, nee, maar het is parfum, dus je pakt een parfumflesje ook. Dus een, ja, ik vond het heel slim. Absoluut een aanrader, maar hij is echt gloednieuw. En nogmaals, ik kan hem hier laten zien, want dan had Leon kunnen acteren. Oh, ik ruik iets, maar dat gaan we niet doen, want we hebben de materialen niet. Maar dit is een truc die je echt moet, moet doen. Zeer gaaf, zeer gaaf. Fragrance kost €65. Nieuw, had ik nog niet gezien. Gloednieuw, nee, ook exclusief Dynamite. Ik heb nog één laatste. Een spel kaarten. Ja. Allemaal verschillend. Ja, als het goed is wel. Ik kan er best wel dubbel in zitten. Al staat hier op het doosje wel compleet, maar dan zegt helemaal niks. Leon, jij mag ergens stop zeggen waar je zelf wil. Stop. Hier? Yes. Oké, okay, maken we daar een soort van cut. Een kopieer van het spel. Jij mag die kaart zelf even pakken en aan de mensen thuis laten zien als je wil. Yes? Ja. Mag je hem terugleggen op de stapel. Hoppakee. Fantastisch. Die gaat in het midden. Eerlijk, hè? Ja. Oké. Nou komt het. Want jij hebt een kaart gekozen. Ik tik bovenop het spel. Tik, tik. En nou is de vraag. Was dit jouw kaart? Nee. Was niet jouw kaart? Nee. Normaal als je tikt, moet je bovenop komen. Nou vergeet dat door. Dan, hebben we hier dus niks meer aan, eigenlijk. Wat was jouw kaart? Een koning. Schopkoning. Schopkoning. Schopkoning? Schopkoning. Als we dan de kaart openvouwen, zie jij daar een complete schoppenkoning. Dat is ongeveer het idee, mensen. Dit is ook meer bluff dan wat anders. Dat zag je misschien wel. Maar ik wil hem toch graag laten zien. Fusion. Fusion. By Michael Chatelain. €29,95. Tof dingetje. Waanzinnig slimme gimmick. Gimmick gaat lang mee. Maar mocht je gimmick verslijten, of zeg je bijvoorbeeld neem, ik wil een harte aas hebben die verandert in een klaveren koning. In de video leggen ze uit hoe je de kaarten makkelijk zelf kunt maken. Dus je zegt, ik maak er 100, ga de zwarte markt. Oh, dat heb ik niet gezegd. Nee, in principe kun je de kaarten daar makkelijk zwaar knutselen. Maar Michael Chatelain is wel expert in gimmickkaarten. Hebben we gezien ook op de lezing die hij gaf. Hij was ook al hier. Op ons jubileum. Liet hij zien hoe hij ook even een flapkaarten zo maakte. Dus als één iemand is die dat jou kan leren, ja, is hij het wel. Ja, ik kan nog wel wat leuks. Ja, niks leuks. Ik heb hier een spelletje. Oh, ja, dat is vroeger mijn lievelingsspeelgoed. Ja? Ja, ik weet wat het is. Heb je wat afgeblazen voor me? Ik weet wat het is. Ja, sweet. Ik heb hier een pijpje, zal ik het even noemen, en een balletje. En dat balletje kun je op dat pijpje leggen. En als je dan blaast. Ja, maar dat is dus gewoon, de lucht gaat er doorheen en dan blaas je eigenlijk een piepschuimballetje omhoog. Ja, dus wat mensen denken, maar die truc heeft niet voor niks, de floating, hoe heet dat nou, de floating bowgame. Ja. Dus makkelijk is het niet, zou ik het zo zeggen. Je moet wel oefenen. Mag wel proberen als je wil, hoor. Ja, hoe moeilijker kan het.
Wat was dit? Wat is dit? Ja, dit is een fotobouwgame. En uiteindelijk krijg je nog terug en dan kun je nog laten veranderen in een ei. Maar dat is wat moeilijker uit te voeren hier stop, nu. Stop, stop, wat heb ik gemist? Oké, okay, wacht even. Ja, ik speel natuurlijk ook maar, ik weet wat er kwam, maar... Goed gedaan. Ja? Ja, naar mijn idee wel in ieder geval. Normaal inderdaad, op het laatste... Pak een balletje eraf en laat je hem vallen. Tenminste, op de video zie je ook bam op de vloer. Moet wel een hele goede long hebben. Ja. Pak je hem op. Pak een glas. Tik, tik. En dan is het ook, maak je er ook een ei van. Dus dan ga je van piepschuim naar staal. Volgens mij is het gewoon een eigen staalkogel. Ja. Naar ei. En als je dan ook nog wat drinken produceert, kun je meteen nog een ontbijtje doen. Ja. En een bakkerijtje erbij. Ja, heel tof. Blowhard is dit. Van Magic Shop San Diego. Ja. In Blackpool werd heel goed verkocht. We hebben hem ook exclusief. Echt een fantastisch dingetje. Ik dacht in de 70, hè? Mag ik ook wel zien? 79. Wat had hij? Blowhard. En alles past gewoon in het doosje. Ja, zo'n lijstwerk. 69,95. Ja, en dit is tevens je trickbox. Dat wil zeggen, het is een doosje waar alles in zit, maar het doet ook het sneaky werk. Ja. Sneaky werk. Ja. Ja, normaal moet je dit sowieso staan doen, dus ik weet even niet hoe het staand, ja, dit deed nou, dan ben je hartstikke goed. Maar staand heb je wat meer logica en koffer en alles. Ja. Maar dat, ja, perfect. Magic Shop San Diego. San Diego. Die is leuke truc. Begin deze week afgebrand, die winkel. Ja, helaas. Helemaal afgebrand. Onlangs was Vanishing Inc. en nu is Magic Shop San Diego. En er zijn de afgelopen jaren flink wat winkels afgebrand. Goochelwinkels afgebrand. Ja, ze stonden voor in de winkel en op een gegeven moment hoorden ze een paar knallen. Ze zijn buiten wezen kijken en toen stonden de vlammen al uit het dak. Ja, dus is, de vraag is, hoe kan het? Nou, ik heb het ook namens mezelf en ook andere goochelwinkels internationaal waar we contact mee hebben. Vragen zich ook af waar het aan ligt, hoe het kan. Of het iets te maken heeft met producten die we verkopen. Het zou bijvoorbeeld flashmateriaal, wat natuurlijk licht of vlambaar is. Het is wel vochtig of nat. Maar tegenwoordig hoor je ook al vaker dat bijvoorbeeld een telefoonoplader explodeert. En je hebt ook steeds meer goocheltrucs met oplaadbare accu's erin. En ook die oplaadbare accu's zijn, zijn dingetjes die of bij verkeerd gebruik, of de lang niet gebruiken, of wat dan ook, of als je pechgevalletje hebt, kunnen ontploffen. Ik kan me voorstellen, als je een rek vol hebt met oplaadbare batterijtjes, met spullen erin, en er explodeert er eentje en er liggen er een paar in de buurt, dat dat een kettingreactie kan veroorzaken. Hè? Dus ik ben even aan het brainstormen. Flashpapier, ik kan me indenken, als flashpapier of flashwatten die te droog zijn en door iets gaan branden en je hebt 100 zakjes flashwatten liggen, nou, laat me raden, dan gaat de rest ook al mee. Als je daar flashpapier bij hebt liggen en je hebt de boeken er lang staan, dan gaat je alles in de hand, zeg maar. Ik zeg niet dat het iets mee te maken heeft, maar voor mij is het niet toevallig dat er goochelwinkels zullen afbranden. Dus, even voor het idee, wij hebben ook actie ondernomen. Dat wil zeggen, wij blijven gewoon dit materiaal verkopen. Maar wij bewaren al het flashmateriaal in de diepvries. Dus als je flashmateriaal bestelt hier, het komt uit de diepvries. Dus op de aanrader van de fabrikant, bewaar het gekoeld, nat, in de diepvries. Dan kan het niet ontbranden, het is koud en het is nat. Klaar. Ja. Wij gaan alle accu's opbergen in een vuurvaste kluis. Vuurvaste kast. Zodat als er iets gebeurt, dat binnen de kast blijft, zeg maar. Ik zeg niet dat jij dat ook moet doen, maar zorg dat je verstandig omgaat met het opbergen van zowel flesmateriaal als dingetjes met accu's erin. Dat gaat niet alleen met goochelen, hè? Dat gaat ook met elektrische ook fietsen, ook stappen. Dat. Ja, ook dat, ook dat. Je kunt moeilijk in de kluis doen. Kijk wat er gebeurt als een auto, elektrische auto tegenwoordig in brand vliegt. Ja, dat kun je niet vergelijken, maar niemand kan hem blussen, het is gewoon gekhuis. Dus ik zou sowieso bewaar je flesmateriaal altijd apart in een afgesloten bakje. Bewaar het niet langer dan een jaar. Na een jaar weggooien, komt er een chemisch proces op gang, gaat stinken, wordt vies, alles eromheen wordt aangetast. Zorg dat het zo lang niet ligt. Wordt niemand beter van. Afgesloten bakje, desnoods in de diepvries. Niet langs je verse vlees, zou ik ook niet doen. Of een koektrommel, koekblik of noem maar. Ja, metalen blik is ook wel iets, maar ik zou in ieder geval een afgesloten iets. En je accu's, ja, ik zou dingetjes met een accu, want veel goochelmaterialen worden natuurlijk gemaakt in kleinere oplages. Dus niet door, ik noem maar iets, een Sony of wat dan ook, of Philips. Dat zijn kleinere oplages vaak voor mensen die iets bedacht hebben. Dus daar zitten accu'tjes in gebouwd die ook ergens gekocht zijn. Dat is natuurlijk anders dan dat je een professioneel CE-keurmerk product hebt. Dus ik denk dat die risico's gewoon groter zijn, laat ik zo zeggen. Dus zorg dat je ook dat spul gewoon ergens in opwerkt, waar als er iets gebeurt, dat het binnen het blik, doosje, wat er ook blijft, dat niet de rest meegaat. Dit is maar een tip, kijk ermee wat je doet.
Dan hebben we nog één laatste ding. Laat hem toch even zien. Want we hadden best wel veel dingen. Ik denk, kijk even naar buiten. Staan er geen mensen voor de deur te dringen? Nee. We proberen hem even tussen te wurmen. Mirage Deck Project van Craig Petty. Craig Petty stort zich af en toe op een bestaand deck. En dan gaat hij daar vol mee aan de slag. Dus hij legt heel veel routines en ideeën met het Mirage Deck. En als je afvraagt wat is een Mirage Deck. Ik zal het je een beetje laten zien. Een Mirage Deck is bijvoorbeeld dit. Je kan het gewoon zien. Een normale verschillende kaarten. Leon, je mag ergens een kaart aanwijzen waar je zelf wil. Deze? Okay. Ja. Super. Bekijk de kaart even als je wil. Je mag hem terugleggen. Oké. Okay. Ik ga het echt naar midden zie. Mm-hmm. Ik tik bovenop. Oh, nee, nee, wacht even. En voor de duidelijkheid, dit is niet jouw kaart, toch? Nee. Oké. Okay. Tik even bovenop als je wil. Oké, okay. Mag je zelf de kaart even bekijken. Jouw kaart. Het kan nog grappiger, let op. De kaart gaat terug op de stapel. Ik tik opnieuw. En dan merk je dat die kaart weer verdwenen is. Zie je compleet weg. Nou is het leuke, zou jij het spel willen kopiëren? Let op. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Zie? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik kan veel meer nemen. Dit is even een beetje om aan te geven wat een Mirage Deck zou kunnen. En je krijgt het kaartspel met uren aan video-instructies. Er zijn wel 3, 4 of 5 wiel rijden. Ja, echt met allerlei... ik dek de video even af, het is een video. Met allerlei ideeën met het Mirage Deck. Ja, goed ding. Is goed. Het spel is sowieso een goed ding. Je krijgt hier erbij met al die video's. Dus absoluut een aanrader. Ja, ja. Nou, dat waren een hoop dingen. We hebben nog wat dingetjes te vertellen. Allereerst hebben wij deze flyer ontvangen. En dat is van de Dutch Championship Stage and Close-Up Magic op 5 en 6 oktober in Zeist. Kijk op de pagina van animemagic.nl voor alle informatie. Er zijn wedstrijden, er is een gala, dealers, wij staan ook te verkopen. Dus absoluut leuk. En deze keer is er ook een avond ervoor nog een show gepland. Normaal is het zeg maar alleen één dag. Nu is de avond ervoor is ook nog een show, kun je ook bezoeken, kaart weer bestellen. Zorg dat je daarbij bent als je geïnteresseerd bent in de goochelkunst en eventueel wedstrijden en noem maar op. Daarnaast, daar heb ik niet de flyer van gepakt, maar die hebben we ook, is er op 27, 28 en 29 september een NMU jongerenweekend in Putten. Ben jij tussen de 14 en 24 jaar en wil jij leren goochelen van professionele goochelaars, is dat het weekend voor jou om bij te zijn. Net zit in een groepslocatie bij elkaar met z'n allen en je leert daar van professionals gewoon allerlei dingen op goochelgebied, routines, maar ook theorie en noem maar op. Dus kijk ook voor dat op de pagina animemagic.nl. En voor de rest komt de vakantie eraan. Wat is er aan de vakantie? Hoe zit het met de openingstijden? Hey joh, hoe zit het met de openingstijden? En zover ik weet zijn we gewoon open. Ja, dat is het eigenlijk. Dus en als je dus vraagt, kun je altijd bellen. Het maakt niet uit of het vakantie is of niet. Wij zijn gewoon open. Maar we wisselen elkaar wel af in vakantie. Ja. Dat betekent dat het wel zo kan zijn dat als het een dag druk is, bijvoorbeeld in de winkel. Want we kunnen niet hier in de winkel helpen en pakketten inpakken tegelijk. Dat kan niet. Dat niet uitgevonden. Nee, dat kan niet. Dus dan kan het zijn dat het pakket een keer een dag vertraging heeft als het heel druk is. En we hebben ook ervaring dat de postdiensten in de vakantie niet altijd even soepel werken. Soepel werken, in ieder geval niet op tijd bezorgen. Dat de bezorger een dag niet komt of een ophaler dag niet komt. Dus hou daar rekening mee. Ga niet op dinsdag je flespapier bestellen wat je op woensdagavond nodig hebt. Dat is tricky. Dat is tricky. Ja. Ik zeg fijne vakantie allemaal. Ja, maar fijne vakantie. En tot de volgende, toch? Tot de volgende. Tot de volgende. Mensen, adieu. Tjus.